De bewoners en vrijwilligers van verzorgingstehuis Brunswijk in Woensel hebben 3 avonden achter elkaar een rondje door de stad gelopen. Ze werden gisteravond als echte topsporters onthaald met gladiolen en muziek. Brunswijk heeft ruim 200 vrijwilligers die wekelijks klaarstaan voor de bewoners. De vrijwilligers helpen ook tijdens de wandeldriedaagse en dat doen ze graag. Een fantastisch moment ieder jaar om de mensen te laten genieten van de natuur. De wandelroute die je dan met die mensen wandelt. En het voornaamste is dat je er zelf van geniet. Nou, ik doe het gewoon voor de mensen hier. Ik zie hoe blij de mensen hier worden, ook als ik hier morgen vroeg koffie kom schenken. En ja, met een vrolijk gezicht worden de mensen ook vrolijk. En ja, je geeft die mensen iets, maar voor jezelf is het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Het mooiste van het vrijwilligerswerk is dat je zoveel plezier beleeft en zoveel liefde krijgt van de mensen. Dat is niet te beschrijven. Er zijn echt ook mensen die eigenlijk nooit buiten komen, nu met die wandelingen ontzettend van genieten. Vrijwilligerswerk is gewoon heel belangrijk. Ja, ik doe in totaal al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk. Dus, dat is een teken dat het gewoon leuk is, anders kun je het niet zo lang volhouden. Het verzorgingstehuis kan niet zonder de vrijwilligers. Het management van Brunswijk draagt ze daarom ook op handen. Ik moet zeggen dat we hebben fantastische personeelsleden die heel veel doen voor onze bewoners. Maar we weten ook met z'n allen dat de overheid de financiën steeds verder beknimmelt. Dat de zorgzwaarte van de bewoners die binnenkomen steeds zwaarder wordt. Dus dat wij ze niet altijd alles meer kunnen bieden wat we eigenlijk zouden willen bieden. En daarom zijn we reuze blij met alle vrijwilligers die toch wat meer tijd soms hebben om net eens even wat rustiger stil te staan bij die bewoner. Met die bewoner een ommetje te gaan maken, met die bewoner een stukje voor te lezen, et cetera. Nee, daar zijn we echt enorm blij mee. Om de vrijwilligers te bedanken werd er dan ook een groot applaus gegeven.